Ik kijk naar Knip Girls. Ik ben Semja en vandaag ga ik van een oude spijkerbroek een tas maken. Wat je nodig hebt is een oude spijkerbroek. Ik gebruik een oude van mijn vader, een zwarte. Want als je een wat grotere tas wil, is het ook handig om een wat grotere spijkerbroek te gebruiken. Dus ik gebruik die van mijn vader. Dan heb je nog een goede schaar nodig. Ik heb gewoon een stofschaar, want die kan goed knippen. En je naaimachine met garen, die heb je ook nodig. Je kan met de hand doen, maar met de naaimachine is het wat makkelijker. En nog een andere stof. Dit hoeft niet per se, maar het is wel leuk om hem wat op te fleuren. Dus dat kan je ook nog gebruiken. Laten we beginnen. Als eerst pak je je broek en de schaar en de rest kan even weg. Je legt je vouwt je broek helemaal open en die leg je neer. Dan ga je net onder de gulp en net boven de splitsing, zeg maar, ga je tekenen. En daar moet je een lijn tekenen. En daar moet je ongeveer gaan knippen. Dus boven de splitsing en daarom leg je de broek goed open. Nu kan je dus eigenlijk gaan knippen. En je kan de broek, mijn broek kan je eigenlijk niet dubbel vouwen, want anders dan wordt het te dik om te knippen. Maar als je een beetje een dunnere broek hebt, kan dat misschien wel. Maar dit is echt een stevige spijkerbroek, dus dat kan hier helaas niet. Maar probeer hem dan zo recht mogelijk een beetje te leggen. Dus de pijpen doe je een beetje dichter bij elkaar. Dan krijg je hier wel een soort bobbel, maar dat maakt niet uit, want je gaat daar net boven knippen. Als je de pijpen van de broek hebt afgeknipt, heb je een soort rokje nu. En je ziet, de zakjes steken hier nog een beetje uit. Maar wat je nu gaat doen is het precies goed recht knippen. Dus je gaat de overige dingen die aan de onderkant niet goed zitten, zoals de zakjes, die ga je eruit knippen. Dus niet de hele zak, maar alleen de onderkant. En de pijpen moet je nog even bewaren. Nu we dat gedaan hebben, draai je je rokje binnenste buiten en dan kan je eigenlijk al gaan naaien. Dus pak je naaimachine er maar bij. Ik heb mijn naaimachine al en wat ik dus eigenlijk bedoelde met die zakjes is, kijk, als je nu je hand in het zakje steekt, komt die er zo weer uit. Dus wat je als eerst moet doen is de zakjes gewoon even weer dicht naaien, want je wil natuurlijk niet dat ze eronder uitsteken. Dus je naait ze weer dicht en daarom hebben ze dus net geknipt. Dus die naai je eerst dicht en daarna ga je dit pas dicht naaien. Nu ga ik dus beginnen met het naaien van de zakjes. Ik heb de zakjes dicht genaaid en je kan zien, mijn hand kan er niet meer uit. Dus nu gaan we hem dicht naaien, echt dicht naaien, dus de onderkant, want nu zit er nog een heel groot gat en die gaan we dus helemaal dicht naaien. Nou, er zit nog een heel groot gat, dus nu gaan we de onderkant naaien, maar eerst kan je het even gaan vastspellen, zodat het niet open gaat, maar het kan eigenlijk ook met de losse hand, maar vastspellen is net iets netter. Als je het hebt vastgespeld, kun je gaan beginnen met naaien. Nu draai je je tas weer terug om en dan heb je eigenlijk al de basis van je tas. Nu je de basis van je tas hebt, kan je het hengsel gaan maken. En daarvoor gebruik je dus de broekspijp. Ik heb maar één broekspijp nodig. Je kan zelf bepalen hoe dik je de band wil of hoe lang. Ik vind dit wel een goede lengte, want voor mij wordt het een soort schoudertas. En daarvoor vind ik dit al een goede lengte. Dus nu ga je dit uitknippen. Je moet het 10 cm breed ongeveer doen. Dat vind ik wel een goede maat. Dus 10 cm breed en deze lengte. Dus dat is ongeveer iets meer dan een meter. Je pakt weer je krijtje en een liniaal. En daarmee ga je alles netjes afmeten. Het is handig als je de broekspijp eerst openknipt of openscheurt. Ik ga hem openknippen, want het is een stevige broek.
En nu je hem geopend hebt, kan je dus gaan meten. Dit ga je nu uitknippen. Dan heb je een hengsel. Het achterste stukje, dus waar het zoompje zit, knip ik nog even af. Dat is een dikker stukje dan de rest. Nu heb je dus een hengsel. En wat je nu gaat doen is, want ja, je hebt natuurlijk die lelijke randjes, is je gaat hem eigenlijk dubbel vouwen. En dus het ene flapje doe je naar binnen en het andere flapje doe je een stukje naar binnen tot ze elkaar zeg maar raken. En dat moet je vastspelden en daar moet je dan gaan naaien. Dit moet je nu dus vastspelden en je moet het wel heel netjes doen, want anders komt het een beetje scheef en dat is niet zo heel erg mooi. Is nu af en nu kunnen we hem aan de tas gaan verbinden. Aan de binnenkant hier, aan de linkerkant en aan de rechterkant verbind je het hengsel aan de binnenkant en doe de mooiste kant naar buiten. Dat ga je nu vast verbinden. Als laatste ga ik nog een finishing touch toevoegen en daarvoor gebruik ik een stukje stof en ik gebruik dit stukje stof met zwart en roze en wit omdat ik er dat wel. Dat vind ik er wel heel goed bij passen bij de tas. Als je het stukje stof hebt, dan kan je hem er gewoon doorheen gaan doen. En aan de voorkant kan je er dan een strikje of een knoopje in doen. En zoals je kan zien, het flirt toch net wat meer op. En ja, dit is dan de tas. En dit was dan weer ook het einde van de video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Doei!